het lijkt me echt tof. Om gewoon te kunnen vliegen. Als iets je niet bevalt, dan vlieg je gewoon weg. Go Noah, go Noah, go Noah, go Noah. Ey, 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 ey. Oké, jongens, we gaan nu de mac and cheese maken. Dinner is ready. Hoi allemaal en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zondag, de allerlaatste dag alweer van mijn vakantie. Het is echt, het is niet heel snel gegaan. Deze vakantie heeft best wel lang geduurd voordat het voorbij is, maar het is nu. Dus echt de allerlaatste dag en dan is het gewoon voorbij. Wat ga ik met deze dag doen? Ja, in principe vandaag ga ik eigenlijk helemaal niets doen. Gisteren hebben we lekker veel boodschappen gedaan. Ik ben lekker naar mijn moeder toe gegaan, naar mijn neef. Dus vandaag wil ik gewoon helemaal niets doen. Ik moet alleen later wel Genoa ophalen. Maar vandaag blijf ik gewoon lekker thuis. Ga ik zelf koken. Huis lekker opruimen. Zodat wij met een schoon huis de week kunnen ingaan. Dat is wat ik vandaag ga doen. Helemaal niets bijzonders. Sianna zei, hoezo ga je vloggen? Maar ik dacht van, ja, hoezo niet? We kunnen nog steeds geen leuke dingen doen. Maar ik weet dat er toch genoeg mensen zijn die willen weten wat ik doe, wat ik kook. En ja, dus voor die mensen vlog ik. Dus dat. Ik ga nu lekker naar beneden. Ik ga lekker een ontbijtje voor mezelf maken. En ja, daar gaan we lekker mee beginnen. En dan kunnen we door. Ik moet wel zeggen dat ik vandaag heel laat ben opgestaan. In principe is dit bijna geen ontbijt meer, maar gewoon lunch. Ik had broodjes in de oven gedaan. En die zijn klaar. Oh, die oven is zo heet. Hoop, jij hebt al gegeten, toch? Nee, gewoon. Ik heb weer heerlijke bagels gemaakt. En dat ga ik eten met roomrie en komkommer. Ik heb ook heet water gemaakt, zodat ik ook een theetje kan maken. Dat ga ik nu eventjes fixen. Ik ga vandaag voor een mango peach tea. Waarop staat, welk dier zou jij voor een dag willen zijn? Wauw, welk dier zou ik voor een dag willen zijn? Vroeger had ik sowieso gezegd een dolfijn. Ik weet ook niet waarom ik dat zou willen zijn, door de zee te zwemmen. Maar ik denk dat ik een roofvogel zou willen zijn. Een roofvogel. En waarom een roofvogel en niet een duif of een eend? Roofvogels zijn lekker zelfstandig, zijn niet afhankelijk van mensen die brood voor ze gooien of rijst of noem maar op. Wanneer ze honger hebben, pakken ze gewoon een muis of een visje en dan kunnen ze weer lekker door. En wat ik dan zou doen, zou ik lekker vliegen en zweven door de lucht. Dat lijkt me gewoon heel fijn om zelf te kunnen vliegen. Dat is de voornamelijkste reden waarom ik een vogel zou willen zijn. Maar niet een duif of een eend hoor. Gewoon een roofvogel, een adelaar of zo. Ja man, dat lijkt me echt tof. Om gewoon te kunnen vliegen. Als iets je niet bevalt, dan vlieg je gewoon weg. Heerlijk. Ja, een roofvogel. Wat voor een dier zou jij willen zijn? Let me know. En vertel ook waarom. Oké, wat ik nu doe. Deze broodjes brie ga ik weer heel eventjes terugzetten. In de oven, zodat het een beetje smelt. Dat heb ik laatst even uitgevonden. Ik wou het gewoon proberen. En dan... Oeh, shit, shit, shit. En het was echt heel lekker. Dus dit laat ik ongeveer... Ik heb de oven al uitgedaan, hè? Maar ik laat het gewoon eventjes, ik denk 2-3 minuutjes in de oven verwarmen. Het moet niet helemaal smelten of zo, gewoon dat het gewoon een beetje warm is. En een stuk komkommer kan natuurlijk niet ontbreken. Dus dat is een super lekker simpel ontbijt. Dit duurt denk ik, hoe lang duurt dit?
Je doet hem eerst 3 minuutjes. Daarna zet je de vriezer op. Doe je hem weer 3 minuutjes. That's it. En in de tussentijd maak je je thee of koffie, wat je zelf wil. En dan ga je lekker eten. En klaar is Kees. Heerlijk. Nou jongens, ik heb zo net lekker gegeten. We hebben ook Ginny en Georgia gekeken. En oh my god, we hebben nog echt, ik denk 1 of 2 afleveringen. Daarna is het klaar. Echt jammer. Maar goed, ja, we gaan nu lekker opruimen. Want we moeten Genoa van een paar uur ophalen. Maar ik vond het belangrijk dat de benedenvloer in ieder geval schoon is. Zodat hij, als hij komt, kan hij lekker beneden spelen. En als hij er is, dan kan ik gewoon in peace boven opruimen. Want boven is in principe echt, denk ik wel, 90% mijn troep. Dus dan kan ik dat mooi doen. Dus we gaan lekker beneden beginnen. Dus het huis is echt een mes. Je zal denken dat kinderen troep maken. Nou, wij volwassenen kunnen er ook wat van. Ja, kijk. Ik laat jullie even zien wat we allemaal moeten doen. Cyrano kwam weer met een hele zak met spullen van Genoa. Hij zei van, hey, we hadden nog 1 zak. Dus die moeten we uitzoeken. We hebben gisteravond zo op de bank gelegen. We hebben alles precies zo gelaten. Dit is Cyrano zijn badjas. Hier zijn wat kleren. Die heb ik opgevouwen. Hierachter. Ja, hierachter zijn wat troepjes en dingetjes. Dus die moet ik ook even opruimen. Dit is een heel leuk pakketje die ik jullie zo meteen wil laten zien. Die heb ik van Cyrano gehad. Dit was nog een late anniversary present die ik aan jullie wil laten zien. Echt heel leuk. Heel mooi. En de eettafel. Ja, die moet ik ook gaan opruimen. En voor de rest, dat lag nog ook in die zakken van Genoa. Dat zijn de enige knuffeltjes die we gaan houden. Dus die moet ik ook in zijn kamer doen. En voor de rest hebben we nog wat spulletjes daar op de grond. Op de tv-meubel. En alles ga ik stofzuigen, dweilen. Kastjes afnemen. Tafel afnemen. Spiegel schoonmaken. De tv schoonmaken. En dan is de woonkamer clean. En dan gaan we nu over naar de gang. Deze zakken moet ik nog steeds opruimen. Dit moet allemaal naar de kledingcontainer. Schoenen moet ik gewoon netjes opruimen. Voor de rest is het hier wel gewoon netjes. Dan heb je hier de keuken. Ja, die is in principe, nee, niet netjes. Er liggen wat pannen op het vuur. Cyrano had in de ochtend ontbijt gemaakt. Er ligt ook wat vaat, dus dat moet ook opgeruimd worden. En ja, dat is alles van hier. En er is 1 kamer boven die echt een bende is. Kijk, Genoa's kamer en onze slaapkamer is gewoon netjes. Maar onze oude kleding. Heetje, schrok. Alleen onze oude kledingkamer die is wel een beetje een pijner, want daar gooien we nu eigenlijk alles in. Dus die moet ik ook even aanpakken. Kijk. Deze was moet opgehangen worden. Dit is vuile was. Dit is vuile was. Hier liggen wat haarproducten. Daar moet ik nog reclame voor maken. Deze zak moet ik. Dit is een doos met allemaal papier. Dit moet allemaal in de papierbak. Maar hier liggen nog best wel veel dingen met namen op. Hier ligt ons wasrek. Dat gaat hier gewoon blijven. Uiteindelijk moet deze kast ook helemaal leeg. De schoenenkast. Want dit wordt uiteindelijk Genoa zijn slaapkamer. Zijn nieuwe slaapkamer. Dus dit moet allemaal weg. Zo erg is het in principe niet. Ik moet gewoon al die wasjes doen. We hebben gewoon zoveel wasjes. Maar we waren deze hele week zo druk. Ik heb veel te weinig kleding gewassen. En we hebben echt heel veel kleding aangedaan. Dus ja, ik hoop het vandaag allemaal te kunnen doen. Zodat het niet nog meer gaat opstapelen. Maar goed, ik ga nu lekker beneden beginnen. En dan hoop ik met 1 uur of 2 klaar te zijn. Want ik heb echt gewoon zin om helemaal niets te doen vandaag behalve koken. Dat moet ik natuurlijk wel doen. Maar voor de rest wil ik gewoon niks doen. Helemaal niks. Ik ga lekker alles opruimen. Dan laat ik jullie lekker het eindresultaat zien. En dan kunnen we lekker chillen. Want dit moet wel echt even eerst gebeuren. Want ik kan niet zo hier zitten eigenlijk. Je zit gewoon niet lekker. Net zat ik serie te kijken, maar ik heb het gewoon halverwege gestopt. Ik zei, oké, we gaan nu opstaan, want je kan niet. Dus guys, I'm gonna see y'all in 2 hours.
2,5 uur verder en het huis is echt helemaal schoon. Het ruikt weer lekker. Ik zie geen vingerplekken meer op mijn tv-meubel. Hoe ben ik nou ingezoomd? Een beetje. Alles is vingerafdrukvrij, dus dat is super fijn. Sirano is nu naar mijn moeder toe gegaan om Genoa op te halen. En ik... Oeh, een beetje buikpijn. Ik ga nu wat kleins maken om te eten, want ik heb best wel trek. Ik heb mijn haar, by the way, niet uitgespoeld. Omdat ik gewoon geen zin had om de hele avond met nat haar in mijn nek te zitten. Dus ga ik mijn haar voor het slapen gaan wassen. Twisten. En dan ga ik heel eventjes onder de droogkap. Dat is in principe wel veel slechter. Maar ik heb gewoon geen zin. Ik moet nog ook koken. En ik moet nog ook een vlogje editen en online zetten. Dus dat gaat allemaal voor. En daarna... doe ik mijn haar wel. En daarna gaan we naar de keuken. En ik ga vandaag lekker gewoon simpel lasagne maken. Als side dish wil ik gewoon een mac and cheese. Ik heb volgens mij alleen geen garnalen. Dat is wel jammer. En gewoon met een lekkere salade ernaast. Dus dat gaan we vandaag eten. Het is vandaag best wel mooi weer. En dan zit ik binnen. Alleen ik zit thuis mijn huis schoon te maken. Anyway. Ik heb ook lekker mijn kaarsjes gebrand, jongens. Het is echt super gezellig en schoon in huis. Ik hou daar echt van. Dus nu is het gewoon lekker wachten tot Genoa thuis komt. En daarna kan hij weer lekker de boel op stelte gaan zetten hier zo. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik heb hem echt gemist. Als hij gewoon een dag niet hier is, dan mis ik hem altijd zo erg. Dat is echt niet normaal. Ik wacht even tot Genoa thuis komt. In de tussentijd wil ik wel mijn lasagne in de oven hebben. Ik wil niet in de keuken moeten zijn. En dan is Genoa er ook. Dus ik ga gauw... Ik zei dat ik eerst mijn vlog zou doen. Ik ga gewoon even opstaan. Ik ga naar de keuken. En ik ga eventjes alles voor de lasagne klaarzetten. Ik denk dat ik gewoon fruit ga eten. Ik heb niet honger. Sirana heeft net nasi van gisteren gegeten. Ik had gewoon geen zin. En hij keek me echt aan van Kimberly, jij wilt geen kip? Zo raar. Want ik wil altijd. Ik heb vandaag gewoon echt geen zin in iets. Wel in die lasagne, by the way. Oké, wat heb ik nodig? Krukje neergezet. Wat heb ik nodig? Oep. Oh shoot, ik dacht dat dit de saus was. Even kijken, wat heb ik allemaal wel? Oh wacht, dit. Dit heb ik nodig. Dit heb ik nodig. En heb ik hier toevallig... lasagne saus, ja, die had ik nodig. En bechamel saus, ja, dat heb ik ook nodig. Hey, ik heb alles gewoon. Even kijken, wat heb ik nog meer nodig? Oké, ik ga even alles pakken en dan kom ik weer bij jullie terug. Nou jongens, dit is een groot deel dat ik ga gebruiken. Er komen nog wat dingetjes aan. Ik heb alleen nog garnalen nodig voor de mac and cheese. Sirano gaat kijken of dat er is. Ik heb nog één pak geraspte kaas nodig. En ik heb ook sla nodig. Want ik dacht dat ik sla had, maar dat heb ik niet. Maar goed, we gaan nu lekker beginnen met de voorbereiding van de lasagne. Daar heb ik gelukkig wel alles voor. Dus ja, enjoy this cook vlog with me. Yeah.
Cyrano is net gekomen en hij heeft gauw dit voor me gebracht. Dit is echt een must als je lasagne maakt. Ik heb hem sowieso ook zo. Dan doe ik hem gewoon hier doorheen. Vandaar hij zo lekker dik en romig is. Echt heel lekker, maar ik doe gewoon allebei, want ik ben gierig. Ik vind het gewoon veel lekkerder. Hij heeft ook garnalen gehaald. Dit zijn van die wokgarnalen. En ik miste ook ijsbergsla, dus die hebben we ook in huis gehaald. En ik wou eigenlijk nog een pak hiervan hebben. Omdat deze voor de lasagne bedoeld is. En die andere zou bedoeld zijn voor de mac and cheese. Maar Cyrano vertelde dat er wat mis was gegaan met de levering. En dat alle geraspte kaas uit de schappen was. Echt heel weird. Heel jammer. Maar goed, in ieder geval. Gelukkig heb ik nog wel wat. En ik heb wel gewoon normale kaas. Toevallig hebben we ook van deze mozzarella dingetjes gekocht. En ik heb sowieso ook gewoon mozzarella. En ik heb gewoon normale. Ik heb ook gewoon plakjes normale kaas. Dus dat komt wel goed. Dus ja, we kunnen lekker nu. Nu kunnen we eindelijk gaan beginnen. De oven is nu al, ik denk, 20 minuten vol verwarmd. Was een vergeten ei te doen. Nu kunnen we eindelijk verder gaan met de lasagne. Oké, jongens, we gaan nu de mac and cheese maken. Daarvoor heb je bosuien nodig, mozzarella. Je hebt echt geraspte kaas nodig. Maar ja, ik hoor voor het eerst dat ze dat niet hebben in de winkel. Omdat er wat mis was gegaan met de leverancier. Dus dan gebruik ik gewoon van die plakken kaas. Boter is ook echt nodig als je je mac and cheese juicy wilt maken. Paneermeel en hierin heb ik eventjes... garnalen gezet, want die moesten ontdooien, maar die zijn al helemaal ontdooid. Als je je garnalen ontdooit uit de vriezer, probeer dat niet te doen in warm water, want anders in warm water koken ze al. En garnalen wil je niet te lang laten koken, daar worden ze heel zacht van en je wilt ze gewoon lekker knapperig houden. Dus ik doe het altijd in koud water, zo behoudt hij gewoon deze kleur, want als hij te warm wordt, dan worden ze een beetje roze of oranje. Ja, dat betekent dat hij gewoon al aan het koken is. En dat wil je gewoon echt niet. Dus ik doe het gewoon in koud water. En je hebt natuurlijk een ovenschaal nodig. Ja, we gaan lekker beginnen. Thank you.
Ik ben lekker klaar met alles. Salade is ook klaar. Sian is heel veel naar Amsterdam toe gereden. Omdat hij zijn schoonzus moest helpen. Daarna komt hij weer terug naar Almere. En dan kan hij lekker aan tafel. Gelukkig is het dan allemaal klaar. Ik ben ook blij dat de lasagne even de tijd heeft om af te koelen. Want als je lasagne maakt, de key is om het dan niet gelijk te eten. Het is wel lekker, maar het is belangrijk dat hij een klein beetje afkoelt. Want dan is hij lekker stevig. Dus ik hoop dat hij lekker goed afkoelt. Ik heb het raam ook even open gedaan, zodat hij wat sneller afkoelt. En dan kunnen we lekker eten, jongens. En Noah is lekker aan het spelen. Nee. Lekker aan het spelen, Noah. Noah, doe normaal. En je zal zweren dat ik helemaal niet heb opgeruimd vandaag, hoor. Kijk. Noah? Wat heb ik je gezegd? Je moet dit opruimen. Je moet het toch weggooien? Dat kan niet, hè? Je kan niet iets eten. De vloer is geen prullenbak, hè? Dat kan niet, hoor. Even netjes opruimen, ja? Dan mag je daarna weer verder spelen. Kijk eens wie we daar hebben. Hey! Wat doe jij nou? Ga je lawaai maken? Vind je dat grappig? Nou, mooi allemaal weer hoor hier. Gezellig. Wauw. Mooi. Was het leuk bij oma? Ja. Wil je weer terug naar oma? Nee. Donderdag weer. Moet ik je dierentuin pakken? Ja. Ja? Kijk. Dankjewel. Nou, hier hebben we het gras. En zand. En water. In de dierentuin. Die. Hier maar, oké. Okay. En welke nog meer? Die. Die toch wel? Ja. Oké. Okay. Zo. Oh, mag Inkosaurus nu wel spelen? Moet hij in het water, in het zand spelen of in het gras? Daar. In het water? Dit is water, Noah. Maar kan hij zwemmen? Ja. Oké. Okay. En welke nog meer? Die. Hoe heet dit dier? Geit. Goed zo. Mag de geit niet spelen? Nee. Oké. Okay. Mag mama de giraf? Pak maar de giraf voor mama. Nee. Ja, goed zo. En mag mama ook de olifant hebben? Nee. Nee, dat is geen olifant. Wat is dat? Een elefant. Goed zo, dat is een nijlpaard. Pak maar de olifant voor mama, de olifant. Ja, goed zo. Een Pinosaurus. Is dit Pinosaurus? Ja. Oh, alsjeblieft. Nou, lekker vers fruit. Lekker hè, Noah? Ja, je pakt precies een framboos. Volgens mij vind je dat niet lekker. Niet lekker? Nee. Dat dacht ik al. Dat vind je niet lekker. Kijk, ga maar deze eten. Die vindt Noah wel lekker. Aardbei. Kijk, aardbei vindt Noah wel lekker. Oh, pak je zelf. Oké. Okay. Vind je dat lekker? Het is een pruim. En dat is aardbei. Vind je die wel lekker? Ja. Ja, die is lekker, hè? Ja. Goed zo. Gaat Noah lekker sterk van worden? Mm-hmm.
Maar lekker eten. Genoa. Zij dansen. Die je haren weer losmaken, Noah. Go, Noah. Go, Noah. Go, Noah. Go, Noah. Wauw, je kan zo mooi dansen. Welke mag mama eten? Wat mag mama eten? Ga je eentje van mama pakken? Mag mama die? Oh, ga jij die zelf eten? Oh, dankjewel. Ik wou net zeggen. Die pruimen zijn lekker, ja. You know, ik... You know, is helemaal fan van die pruimen. Die zijn echt heel lekker. You know, mama heeft het huis schoongemaakt, hè? Ja. Je moet een beetje opletten met wat je doet. Maar kijk hoe het met de lasagne gaat. Op de bank. Ik heb lekker een theetje voor mezelf gemaakt. En voor Genoa heb ik een roze visé. Noah, kijk. Alsjeblieft. Oeh, alsjeblieft. Ook nog drinken. Wat een verwenderij, Genoa. Heb je al drinken voor papa daar? Ja. Papa een slokje nemen. Lekker? Is het lekker? Ja. Oh. Niet lekker. Lekker. Nou, Cyrano is weer terug en nu kunnen we eindelijk gaan eten. Ik hoop dat de lasagne een beetje stevig is. En dat hij niet zo uit elkaar valt. Dat haat ik echt. Dus ja, ziet er echt super lekker uit. Can't wait to eat. Lekker. Mac and cheese is ook echt goed gelukt. Nou, smakelijk eten allemaal. Smakelijk eten. Zeg maar smakelijk eten, mama. Smakelijk eten, Noah. Wacht dan. Yes, hij is heel gebleven. Hij moest wel ietsjes langer blijven. Met deze moet je pakken, kijk. Maar Hoe vast hadden we Noah? Ik vind hem helemaal top. Nou, smakelijk eten. Heerlijk. Nou jongens, we hebben net lekker gegeten. We zitten nu op de bank serie te kijken. Wat is je nou aan het doen? Wat is je nou aan het doen? Dinosaurus kijken. Ben je dinosaurus aan het kijken? En papa is Genoa zijn haar aan het losmaken. Ik kan niet zo naar de ogen maken. And I'm just sitting here on the couch, doing my thing, you know. Ik ga zo meteen wel eventjes... ik zit zo... Kijk jongens, dit is zo'n slechte houding. Ik lijk nu zo 100.000 keer dikker. Laat maar even goed zitten. Kijk. Dit is what it is. 100.000 keer. Nee, het was echt een groot verschil. Kijk hier. Kan je echt niet. Die lach was dik. Oké, anywho. Ik ga zo meteen wel eventjes ijs erbij pakken. BJ. Nee, aan de andere kant niet. Jawel, jawel, vlog editen. Op zondag. Zondag vandaag is de laatste dag dat we... Is de dag... Nee, maar zeggen. Is de afsluiting van onze eindeloze, tenminste van mijn eindeloze onzin. Ja, altijd jeugd op deze plek, man. Noah, ben je boos? Nee. Doet papa je pijn? Nee, hij jeukt hier zo. Hij jeukt altijd daar. Maar goed, we gaan zo dan lekker ijs eten. Gelukkig heb ik iemand die met me wilt eten. Een ijsje. Wil jij ook een ijsje? Voor ijsje. Vraag maar aan papa. Nee hoor, ik heb er niet over ijs gezegd. Jij? Voor ijsje. Als papa je haar losgemaakt, dan mag je misschien voor mama een ijsje. We gaan kijken. Nou, Noah heeft lekker zijn ijsje. En ik ben zijn haar heel eventjes opnieuw aan het vlechten, want die scheidingen zaten er toch nog in. Zo. Nou, Genoa is klaar. Haren zijn weer fresh. Een ijs. Mooi boy. Een ijs. Ja. Ik zou dit cadeau nog met jullie delen. Een kaartje waar dit in staat. En dan een groot doek
Met deze foto van ons. How cute. Echt leuk. Nou jongens, ik ben inmiddels lekker gedoucht. Ik heb een behandelingsolie opgedaan. En nu ga ik mijn haar gewoon twisten. Ik heb mijn earpods ingedaan zodat de tijd ietsje sneller gaat. In mijn hoofd. Maar kijk, maskertjes eruit. Mijn haar voelt weer lekker schoon en dik en verzorgd aan. Dus ik ga dit lekker twisten. En daarna ga ik heel eventjes een half uurtje onder de droogkap. En dan ga ik naar mijn bed toe. Dus lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Vond je deze video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. En vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien in mijn volgende video. Doeg!